Tot zover Excedomania, nu Club Veronica. Dit is Club Veronica, met zo direct onthullende beelden. En we bekijken een opvallende kunst, maar beginnen traditiegetrouw met het bijbaantje. Matthijs werkt op de parkeerplaats bij de luchthaven Schiphol. Daar wacht hij bij de ingang met zijn bus op arriverende reizigers om die zo snel mogelijk naar een parkeerplaats te brengen. Het enige dat je als reiziger nog hoeft te doen is achter de bus aan te rijden. Die service is best handig, want als je als reiziger zelf moet gaan zoeken op een parkeerplaats met 11.000 vakken, dan ben je nog wel even bezig. Omdat een luchthaven 24 uur per dag in bedrijf is, werk je in ploegendiensten van 8 uur. Daarbij werk je vrij zelfstandig. Je bent baas in je eigen bus. Voor dit bijbaantje dien je wel te beschikken over een rijbewijs, want anders wordt het een zootje. Daarnaast moet je klantvriendelijk zijn ingesteld, want nadat je de parkeerplaats hebt aangewezen, breng je de klant van de parkeerplaats met zijn koffers terug naar de terminal. Tot slot van dit bijbaantje nog even alle gegevens op een rijtje. Je verdient ongeveer een tientje per uur en een rijbewijs is verplicht. Je werkt in ploegendiensten, maar het jammere van dit baantje is dat je nooit echt verder wegkomt dan de parkeerplaats. Ninjutsu is een uit Japan overgewaarde krijgskunst die de ninja's gebruiken om zichzelf en anderen te verdedigen. In Nederland wordt de Ki-ninja onder andere uitgeoefend in Oegstgeest, waar een aantal jongeren de ninja-technieken leren beheersen. Door ninjutsu kan ik me beter concentreren, kan mijn agressiviteit kwijt. Ja, kan mezelf beter beheersen. Je leert met omstandigheden op straat, Je hebt gevoel, je hebt zeker een gevoel van jezelf. Voordat Ninja Kwido aan zijn gevecht begint, mediteert hij om de energie uit zijn lichaam te ontleden. Hij maakt hierbij de 9 tekens van macht. Deze tekens staan voor doorzettingsvermogen en bescherming tegen ziektes en problemen. Tijdens de meditatie overdenkt Kwido zijn strategie en krijgt hij de kracht om onzichtbaar te worden voor anderen. Niet letterlijk, maar wel zo dat anderen hem niet als ninja zullen herkennen. Ja! Als je ninja bent, dan train je veel, je hebt goede reflexen en je hebt sterke kracht. Je moet je altijd 100% inzetten voor de training. Ninjutsu is in 1900 vanuit het boeddhisme ontstaan. De filosofie van de ninja bestaat uit 5 elementen. Aarde, water, vuur, wind en leegte. Deze elementen bevatten alle technieken die een ninja zowel met als zonder wapen vanuit zijn lichaam gebruikt. Ja, ninjutsu kan gevaarlijk zijn, want als je geen rekening houdt met je tegenstander, kan je hem verwonden. Met trappen, stoten, verdedigen, klemmen, wurgen en werpen redt de ninja zich uit iedere benarde situatie. Ninja betekent dan ook letterlijk volwaardige mens. Als de ninja klem zit, zal hij altijd proberen hier uit te rollen of gebruikt hij een tegentechniek. De ninja gaat daarbij door waar anderen stoppen. Ik heb voor deze krijgsgunst gekozen omdat ik het ontzettend bruut vind om ninja te zijn. Net als judo, karate en jiu-jitsu is ninja een verdedigings- en vechtsport die je onder elkaar als sport mag uitoefenen. Gebruik op straat is verboden. Heb je handen maar. Omdraaien.
Ja, kom er nou maar uit. Deze is de camera hier. Kom op, kom maar. Tot zover Onzin Televisie. Tot slot nog even wat mededelingen. Op pagina 348 van Teletext vind je de laatste Club Veronica-informatie. En aanstaande vrijdag beleef je de ene laatste Club Veronica-trend op Radio 2. Tussen 7 en 8 vermaakt het jongste radioredactieteam je met Johnny's en Anita's heel ordinair klaarkomen, liefdesdrankjes en nog veel meer. Club Veronica-trend, aanstaande vrijdag tussen 7 en 8 op Radio 2. Trend! En tot zover Club Veronica en Xenomania. Volgende week zijn we er niet. Dan een uitgebreide uitzending met de hoogtepunten van de Mega Music Dance Experience. Namens de gehele redactie en Tony uit de keuken wensen we je waanzinnige kerstdagen. En wat ons betreft, tot volgend jaar.